In deze aflevering hebben we in de studio de broers van den Berg. We gaan het hebben over Marijn, zijn World Tour overwinning, verhuizen naar het buitenland en de aanloop van de Olympische Spelen. Genoeg onderwerpen voor beide heren om hun mening te geven. Welkom bij een nieuwe aflevering van Cycling Inside. Marijn, ik heb je lang niet gezien. Ja, dat is heel lang geleden. Hoe gaat het met je? Het gaat goed. Ik ben weer heel even in het land en dan morgen weer weg. Want hoe lang ben je nou terug geweest? Je bent maandag teruggekomen. Ja, ik ben 4 dagen thuis geweest. Ja. Dus een broertje gemist. Heel erg. Blij om weer even te zien ook. Ja, we hebben elkaar heel lang niet gezien. Dus ik denk wel bijna 5 weken. Dus dat was wel even fijn. Dat ik, van de week ben ik even bij hem thuis geweest met de hele familie. Oma's erbij, hebben we lekker samen gegeten. Dus dat was wel even, even fijn. Heb gemist. Maar... ja. Je bent ook maar de buurman natuurlijk. Ja. En want jullie wonen wel allebei in Spanje, hè? Ja, nou ja, ik ben natuurlijk nu voorlopig even in Nederland, maar ik heb een appartement daar. En Marijn die is af en toe in mijn appartement, ja. Of bij Daan Holen in het appartement, maar hij is wel regelmatig daar te vinden. Klopt. Jullie komen elkaar nooit tegen tijdens een koers of in Spanje? Nou ja, meestal niet. Nu hebben we gewoon altijd echt verschillende wedstrijden gehad. En nu natuurlijk dat Lars uit ligt, gaan we elkaar helemaal even niet tegenkomen. Maar in de winter dan in Spanje trainen we wel eens samen. Ja, niet veel. Vroeger dan wel, maar ja, nu bijna niet meer. Ja, het zijn vooral de trainingen. Maar wedstrijden rijden we gewoon een ander programma van elkaar. En zo af en toe, normaal gesproken hadden we dan het NK tegen elkaar gereden. En afgelopen, of die wedstrijd dat Marijn al gedaan heeft, de Ronde van Catalonië, die zou ik zelf ook hebben gereden. Maar dat, ja, die wedstrijden die wij, wedstrijddagen die wij op een jaar met elkaar rijden, die zijn op 1-2 handen te tellen. Hoe kan dat dan? Wat hij zegt. Gewoon een verschillende type rennen. Ja. Verschillende programma's, hij rijdt meer die vlakkere klassiekers en ik rijd die meer heuvelklassiekers en daarna... Als Catalonië niet echt een vlakke wedstrijd. Nee. Nee, want je hebt in maart je eerste overwinning gepakt van dit jaar. Ja, dat was... Hoe voelt dat? Dat voelde heel goed. Dat was wel echt een last van mijn schouders en ook met de situatie natuurlijk met Lars. En ik zat zelf in een mindere periode na een valpartij in Algarve. Dan is het gewoon extra lekker om... ja, om die overwinning te pakken eigenlijk. Want hoe lang heb je daarvan moeten herstellen, van jouw valpartij? Want kun je daar eens naar teruggaan naar dat moment, wat je valt? Ik heb echt 7 dagen niks gedaan, of niks kunnen doen. En toen nog 3 dagen echt bijna niet. Gewoon een kwartiertje, half uurtje, dan 3 kwartier. En toen ging het eigenlijk steeds beter. En toen had ik geen hoofdpijn meer. En dan is het minder gevaarlijk, of gewoon niet meer gevaarlijk. En dan... Want je had een hersenschudding. Ja, ik had een hersenschudding. En achteraf bleek dat ik ook 4 gebroken ribben had. Dus... ja, ik had nog wel echt veel last met trainen en eigenlijk nog steeds wel een klein beetje met ademhalen. Maar ja, in de wedstrijd met hoge adrenaline gaat dat al weg. Ja, en met je eerste overwinning, hoe voelt dat? De reden niet de kleinste, de kleine jongens. Wie reed er mee? Pogacar? Pogacar, ja. Nee, het was een hartstikke zware wedstrijd. Moet ik eerlijk zeggen dat de eerste 3 dagen, dat was niet echt een pretje. Dat was echt afzien, vooral omdat ik natuurlijk... Ja, het was een van de eerste wedstrijden weer nadat ik terugkwam op die valpartij. Dus ja, dat is gewoon echt heel erg afzien en veel klimmen. Wat ik ook tegen die gasten, ik denk dat 90% die daar rijdt, in principe gewoon goede klimmers zijn. En ja, daar zou ik mezelf niet toe rekenen. Dus ja, dat is echt afzien. En dan, dat was eigenlijk wat we dachten, de enige kans die er zou zijn die week. En om die dan te pakken is natuurlijk extra lekker. Toen die dag daarna nog wel een keer 2e geworden met ook heel veel afzien. En dat, daar baalde ik uiteindelijk super erg van natuurlijk. Omdat het, minder dan een half wiel. Ja, dan... die was zuur, hè? Ja, die was erg zuur. Maar ja, goed, die overwinning dag ervoor was super fijn. Ja, want ik heb die 2e heb ik zitten kijken live. De andere kon ik niet kijken, dus daar las die... ja. Ik zag hem op Cycling Site Instagram voorbij komen dat je had gewonnen. Dus gefeliciteerd. Maar die 2e was wel echt heel zuur. Maar is dat, je gaat mee naar het moment dat je die aanzet. Is het dan een fractie eerder wegfietsen? Waar zit dat verschil in, die 20 centimeter? Want het was een fotofinish. Ja, het was een fotofinish. Ja, het was een beetje kantje boord. Want er zat op 30 kilometer voor de finish. Of tenminste, de top was op 30 kilometer voor de finish. Was nog een zware klim. En daar moest ik los. En toen heeft... De ploeg hebben zo goed mogelijk geholpen om terug te komen. Maar we waren met te weinig om
om het terug te brengen. Dus ik heb zelf ook echt flinke beurten moeten doen om terug te komen. En uiteindelijk was het gelukt. We kwamen de laatste 5 kilometer terug. En dan heb je er gewoon weinig tijd om te herstellen. Dus dan is het gewoon snel naar voren, een goede plek vinden en het juiste moment proberen te vinden om dan aan te gaan. En ik denk dat als ik gewoon met iets minder afzien misschien op hetzelfde moment was aangegaan, dat ik hem wel had gewonnen. Maar nu zat er misschien net iets minder op dan normaal en komt hij er nog net overheen. Ja. Dus ik zou niet per se iets heel anders hebben gedaan, denk ik. Ja, dan, als ik een fractie later was geweest. Wat ik me van kan herinneren is dat er een trekrenner ook een beetje naar rechts ging. Ja, voor hetzelfde geld sluit hij op en kan je helemaal niet meer in sprint rijden. Dus dat is lastig te zeggen, denk ik. Hoe heb jij daarna gekeken, Lars? Want jij zat achter... In eerste instantie was natuurlijk, wat Marijn zegt, vooral de eerste de rit die dan wint, dat was de sprintkans natuurlijk. En voor mij, die dagen daarvoor was het gewoon minder. En die week daarvoor ook, omdat hij dan natuurlijk dan terugkomt van die valpartij. En gelukkig komt hij er dan doorheen. En dan was het gewoon fantastisch dat hij die overwinning daar pakt. En die tweede dag, dan is het gewoon... dan wint gewoon de sterkste van die dag. En dan moet je tevreden zijn met die tweede plek, hoe zuur dat dan ook is. Maar dan is het gewoon de zwaarte van dat parcours. Dan weet je dat het... dan is het beste er gewoon even vanaf. En die andere, die was gewoon net even wat frisser. En die pakt dan gewoon die overwinning. En dat hoort ook bij wielrennen. Kun één van jullie twee mij vertellen? Want die etappe, die tweede etappe die jij dan net niet wint, dan vertrekt, zou ik zeggen, op 1,5 kilometer, 2 kilometer voor het eind, fietsen de 2 weg. Om vervolgens door iedereen ingehaald te worden. Wat is daar het nut van? Lars. Zeg maar. Ik denk gewoon dat die geen kans hadden waarschijnlijk in de sprint. En dat heel die ploeg dat niet had. En dat ze dan gewoon hopen dat het dan stilvalt in de peloton. Dat ze met 2 naar de finish kunnen rijden. En dat ze dan kunnen winnen, maar die kans is vrij klein. Wat gaat er door, op dat moment door jou heen? Ja, ik kijk daar eigenlijk niet eens naar. Je bent zo gefocust op je eigen finish en je weet eigenlijk wat is het, 95% de kans op dat het geen slagen, of dat het niet gaat slagen. Dus je bent gewoon met jezelf bezig en met de finish. Want hoe voel jij je in zo'n sprint? Wat gaat er door je heen? Het moment dat je gaat aanzetten. Ja, ik denk dat gewoon als pure focus. Ja, ik weet niet. Je denkt niet heel veel. Je gewoon van... Ik moet in dit wiel blijven. En zo goed mogelijk een sprint rijden. En dan, zoals die dag dat je wel wint. Heb je dan op het moment dat je aangaat... Heb je dan al het idee van vandaag is hij voor mij? Of? Ja, ik moet eerlijk zeggen. Toen zat ik in het wiel van Kokar. En hij ging toen aan... Net eigenlijk iets te vroeg. Hij deed eigenlijk een lead-out soort van voor mij. En toen zat ik in zijn wiel. En toen dacht ik, ik kan dit niet verliezen. En ik wist dat ik voelde dat ik nog kon aanzetten, weet je wel. Dus dan weet je dat er nog wat op zit. En dan moeten gasten met wel heel veel snelheid komen. Willen ze dan nog kloppen? Dus ik had gewoon wel... Toen dacht ik wel echt serieus van, dit kan ik niet meer verliezen. En dat voelde dan ook wel zo. Ik moet ook eerlijk zeggen, we hebben ook een meester voorspeller onder ons. Hè? Kijk je mij nu aan? Of? Ja, ik had hem niet voorspeld, maar jij had hem voorspeld. Ja, ik had 's ochtends tegen hem gezegd. Ja, het was, Marijn en ik hebben heel veel contact gehad sinds zijn val eigenlijk. En dat het gewoon heel lastig was en dat het frustrerend is. En dan kwam mijn val daar natuurlijk nog bij. Wat voor hem ook gewoon natuurlijk lastig is als je in het buitenland zit en je kan weinig doen en je weet niet precies hoe het gaat. En dat is vooral voor ons allebei, denk ik, lastig. En als het dan op de fiets ook nog niet geweldig gaat. En toen kwam hij er die dag ervoor, kwam hij er een beetje doorheen. En toen kwam die kans. En ik werd wakker en ik dacht, hij gaat winnen. Toen heb ik dat naar hem gestuurd. En later die dag was het dan ook nog zo. Wat deed jij dan als je dat leest? Ja, je kan er natuurlijk een beetje druk van ervaren. En dat had ik eigenlijk niet per se. Ik voelde meer gewoon dat het goed bedoeld was. En gewoon meer van ga ervoor. En dat was natuurlijk zelf ook mijn insteek die dag. Toen ik over de finish kwam, moet ik eerlijk zeggen, dan kwam dat er wel dan even uit. Dan voelt dat natuurlijk wel even van, zie je wel. Extra euforie. Ja. Wat is je overwinningsmove? Ja, ik stak een vinger in de lucht, maar ik dacht eigenlijk niet heel veel bij na, want dat dacht ik ook nog. Normaal heb ik altijd, dat klinkt misschien heel stom, maar dan heb ik altijd wel iets in mijn hoofd wat ik dan denk te gaan doen of zo, een coole celebration. Ja, cool, heel cool. Maar nu had ik dat helemaal niet, want het was een soort van
toch ook wel weer een soort van onverwachts, omdat ik me ook weer niet top voelde. Dus. Dat vind ik dan wel eigenlijk ook weer de mooiste. Dan komt gewoon een pure emotie eruit en dan zie je hoe hard hij schreeuwt en zo. En dan ook daarna zie je wel de emotie. Dus ja, ik denk dat dat gewoon eigenlijk het mooiste, soms is de simpelheid gewoon de mooiste. Ja. En daarna, dan heb je gewonnen, wat gebeurt er dan? Nou ja, dan word je meegenomen. Dan komt de eerste mannetje van de dopingcontrole naar je toe. En dan word je meegenomen naar, naar het podium. En dan verschoon je, tenminste doe je schone kleding aan. En podiumceremonie, dat is natuurlijk altijd leuk. Ik weet niet waarom, maar ik moest 4 keer het podium op. Voor allerlei, voor allerlei dingetjes. Dat was een beetje gek, maar goed. Daarna heb je dopingcontrole en doe je nog een interview. En, ja, dat was ik ben net zo blij als bij de eerste keer. Ja, nee, maar het was wel leuk. Want die mensen die waren natuurlijk ook een soort van, wat doet hij 4 keer dat podium of zo. Ja, maar ik weet niet. Dat was wel er is nog een hele mooie post van. Ik zeg wel, Stijn die zit hier nog wel even op. Die zal wel even plaatsen op social media. Maar dan zie je... Je hebt toch van de Great Gatsby dat hij zo staat met een champagneglas. Ja. En dan zie je Marijn ook zo met zo'n biertje. Ja, ik moest met een biertje podium op. Voor ons denk een lokaal biertje of zo. Ik weet niet. Dus moest ik een slokje uitnemen. Dat is een Twitter-post gemaakt. Richting de messen. Maar ja, dan had de ploeg een mooie foto bij zet. Ja, was mooi. Ja. Hey, ik wil nog ergens over. Want jij bent in Spanje nu veel woonzaam. Ja, in het appartement van Lars. Of ik ben bij, wat Lars zei, bij Daan Holen in het appartement. Maar voor jou is natuurlijk ook de afweging om naar Monaco te gaan. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Monaco of Spanje? Ja, ik weet het nog niet zo heel goed. Ik ben er gewoon goed over aan het nadenken. Ik vind het in Spanje ook gewoon echt heel fijn om te trainen. Dus, en daar heb je ook veel mensen die je kent. Dus dan train je niet zoveel alleen. Ik weet niet hoe dat in Monaco gaat zijn. Ik moet dat gewoon even... goed gaan overwegen. Ik ga er hopelijk snel naartoe om dat even uit te gaan zoeken. Welke wielrenners wonen al in Monaco? Daar, weet jij dat? Nou, een hele hoop wonen daar. Engelsen wonen er ook wel. Maar er wonen ook wel Nederlanders. Bauke Mollema, Dylan van Baarle. Wout Poels. Is het zo'n goed fietsgebied daar? Je kan sowieso goed trainen. De omgeving van Nice wonen sowieso heel veel wielrenners. Gewoon de heuvels. En het voordeel is dat... Je hebt ook wel echt bergen daar. Ja, bergen. En het voordeel is dat het vliegveld heel dichtbij zit, het vliegveld van Nice. Ja. Dus wat dat betreft heb je en het klimaat en de bergen en het vliegveld en dan natuurlijk het belastingvoordeel. Dat is natuurlijk ook gewoon, daar hoef je niet omheen te draaien. Dus er zijn gewoon heel veel pluspunten daar in Monaco. Wat zijn de minpunten? Nou, dat kan Marijn beter uitleggen. Kijk, ik ben er niet aan het overwegen, dus... Ja, voor mij is het meer gewoon de familie en zo, denk ik. Als je daar woont, kan je niet zomaar terug. Dus dan moet je gewoon even goed afwegen. Kijk, in Spanje is het gewoon allemaal wat simpeler, denk ik. Dus dat is een beetje de afweging. Maar voor het trainen, wat Lars zegt, ik denk dat dat perfect is. Ik denk dat de omgeving super mooi is. Ja, het vliegveld dichtbij. Wat dat betreft zijn daar alleen maar voordelen. Dus even afwachten, kijken of ik het echt zo leuk vind als dat het lijkt. Want dat weet je natuurlijk ook niet van tevoren. Dus ik denk dat ik er gewoon even heen moet. Een paar weekjes en dan ook gewoon de fiets meenemen. En dan ervaren hoe het is. Ja, hey, want gaat het dan echt om de hoogte? Of gaat het dan echt puur om de bergen qua... Nee, Monaco is natuurlijk zeeniveau. Dus dat heeft niks met hoogte te maken. Dat is puur gewoon de bergen die allemaal in de omgeving liggen. Waar je dan goed kan trainen. Maar dus, qua bergen, dat bedoel ik. Moet je dan echt, gaat het echt omdat je de hoogte in... Want jij hebt dan hoogtestages, doe je dan in je tent, in je kamer. Ja of echt op hoogte in, echt in de hoge bergen. Maar je bent er wel snel in Isola, dacht ik. Ja, dat zou kunnen. Maar dat is wel dus echt op hoogte. Ah, ja. Ja. Als je dus die hoogtestages wel zou willen doen. Wat doe jij vaak hoogtestages dan? Ik heb het dit jaar nog niet gedaan. Ik heb het vorig jaar in juli gedaan. En nu is het plan om in mei op hoogte te gaan voor... wat is het? Voor de Zwitserland die wedstrijden. Maar hoe ziet jouw programma nu de aankomende periode eruit dan? Want je gaat de Amstel rijden. Ja, nu dat is dan allemaal al geweest. Maar ik ga aankomend weekend Vlaanderen rijden. Dan een meerdaagse in Frankrijk, Loire Tour. Dan is nog even afwachten of ik ook nog Parijs-Roubaix doe. Maar anders is het Brabantse Pijl en Amstel. Dan heb ik even een rustperiode en dan dus op hoogte. En dan nog weer een kleine meerdaagse in Frankrijk en dan Zwitserland en dan hopelijk de Tour.
Het is namelijk dit jaar wel echt een sportjaar, Lars. Wist je dat? Zeker, zeker. Want het EK en de Olympische Spelen natuurlijk ook nog. Ja, Olympische Spelen. Nou, dan hebben we Tour de France tussendoor. Allemaal in één best wel korte periode. Voor het EK of niet te vragen of je meedoet, maar Tour de France, wat zijn je kansen? Ja, ik weet nog niet precies. Ik hoop dat mijn kansen groot zijn, maar dan moet ik gewoon hard blijven fietsen en hopelijk nog een overwinning pakken. Dan dwing je het natuurlijk zelf af, maar ja, het ligt ook heel erg aan wat de ploeg wil. We hebben natuurlijk Richard Carapaz, die nu nog Olympisch kampioen is. En ja, dat is natuurlijk zo'n goede renner als de ploeg beslist om met hem voor een algemeen klassement te gaan. Ja, dan zou ik dan wordt de kans zo klein dat ik rij, maar en als ik dan rij, dan is de kans groot dat ik voor hem moet rijden en positioneren voor in belangrijke vlakke ritten. En ja, als hij niet meegaat, dan ga ik misschien mee om zelf voor succes te kunnen gaan. Maar zou je dan voor etappes gaan of ga je dan ook voor het eindklassement? Nee, dan ga ik wel voor etappes. Ik wil eindklassement. Ja, is het echt, even naar jou, Lars. Wat is het grootste verschil als je meegaat voor een etappe of echt voor het eindklassement? Wat voor type renner moet je dan zijn? Nou ja, voor tegenwoordig zie je wel dat klassementsrennen steeds allrounder worden. Maar Marijn is natuurlijk sprinter en dan bergop is dat gewoon niet haalbaar om voor een eindklassement te gaan. Maar ja, dus voor een eindklassement ga je als je klimmer bent en je kan een goede tijd rijden en je bent redelijk allround. Maar vooral klimmer eigenlijk, dat is wel het belangrijkste punt. Jij zou mee kunnen als... Nou, mijn niveau bergop is ook niet goed genoeg. Er zijn natuurlijk echt, dat zijn echt de uitzonderlijke talenten, zoals een Pogacar en Vingegaard, die daar kans op maken. Maar ja, en daarom ondersteun ik Gaudu, omdat hij dan in onze ploeg dan bijvoorbeeld de meeste kans heeft op het eindklassement of een goede positie. Maar voor Marijn is dat dus niet haalbaar. Dus of hij dan 100ste wordt of 80ste, dat boeit niemand wat. Maar als hij dan wel die etappe-overwinning kan pakken, daar zit het belang voor hem, voor de ploeg. Ja, die overwinning is dan veruit belangrijk. Dit jaar eindigt hij ook niet op Champs-Élysées. We hebben jou binnengehaald op Champs-Élysées. Vind je dat jammer? Nee. Dat vind ik wel jammer, ja. Als ik zou rijden, dan was dat natuurlijk superleuk geweest. En nu is het een tijdrit in Nice, dacht ik. Dus ja, dat is dan even jammer. Maar ja, komt door de Olympische Spelen. Door de Olympische Mooi bruggetje naar de Olympische Spelen. En ja, dat gaat ook... Heeft de al gebeld? Nou ja, hij stuurt me wel een appje naar mijn overwinning, maar... Hebben we nog niet gebeld, maar dat is natuurlijk ook nog best wel ver weg. En dat wordt ook heel gek, want het zijn maar 3 renners die daar mogen rijden per land. Of tenminste, voor de meeste landen. Volgens mij is het land met de meeste renners is 4 renners in mijn hoofd. Dus ja, dat wordt heel lastig, denk ik. Ja, dat wordt een lastige keuze voor hem. Heb jij de parcours al gezien, Lars? Ik heb parcours nog niet gezien van de Olympische Spelen. Nee. Ja, ik wel. En, is het jouw parcours? Ja, het is redelijk vlak en dan... Ja, je hebt echt nog wel flink wat hupjes. Ik denk dat het redelijk een klassiek parcours is. Als jij 3 renners, Lars, als jij 3 renners mag meenemen als bondscoach naar de Olympische Spelen. Ja. Welke 3 renners van het Nederlandse ploeg zou jij meenemen? Ik zou Mathieu. Als die rijdt, want ik weet niet of die misschien alleen mountainbike gaat doen, dat weet ik ook niet. Ja. Hij is de bondscoach. Ja. Ja, dat is waar. Ja, als Mathieu wil rijden, dan Mathieu natuurlijk. Dat staat buiten kijk. En ik zat niet te lang over nadenken, gewoon uit mijn hoofd. Dan Olaf Kooi en Marijn zou ik dan natuurlijk selecteren. Een beetje, ja, daar mag ik natuurlijk wel een beetje gekleurd in zijn. Maar dat zou, als ik er 3 moet noemen, zou ik dat dan zeggen. En jij? Marijn? Ik zou mezelf meenemen. Nee, ja, dat zou natuurlijk superleuk zijn. Ik weet niet, dat is wel een droom van me. Ja, misschien ook wel Lars natuurlijk. Maar, ja, dus dat zou superleuk zijn, maar ja... Olympische Spelen, ja, het gaat... Ja, het is als hij gaat, tatoeëer jij dan die ring op je kont of zo? Als je goud wint... Ja, als je goud wint. Jij maakt helemaal wat moois. Ook een medaille wint. Dus bont, zilver of goud. Ja, dan tatoeëer jij die ring. Dan tatoeëer ik die ringen met jouw naam om mijn kont. Ja, nou dat is een deal. Nou, dat teken ik voor. Dus, echt, dit jaar hè? Ja. eerst nog rijden, maar... Wat? Eerst geselecteerd rijden, ja. Maar ja, goed... Ik weet niet wanneer worden die selecties bekendgemaakt. Nou, vlak van tevoren in juni. Dus het kan zomaar zijn dat jij de Tour nog kan fietsen. En dat je dan een goede Tour fietst. En dat dan de bondscoach jou alsnog belt. Ja, ik weet niet. Misschien als hij gewoon het heeft bekendgemaakt, dan is het zo. Dus tenzij er iemand dan nog uitvalt. Maar ja, ik heb geen idee wanneer dat bekend wordt. Ik heb laatst ook een Lars gevraagd. Die gaf daar een antwoord op.
Zou jij veldrijden kunnen doen of mountainbiken? Zou je daar op niveau op mee kunnen doen? Nou, ik denk dat mijn techniek niet goed genoeg is. Maar ja, het lijkt me wel leuk om een keer te proberen op zich. Ja, duidelijk, ja. Ik vond het grappig om te weten. Want jij zei, ja, het is best een aparte discipline. Ja, ik zei, daar kan ik niet op mee. Nee. Ben techniek best, is wel langer naar goed genoeg. Explosief, maar ja. Techniek is wel echt belangrijk. Hey, eind van dit jaar, we zitten weer met elkaar in gesprek. Wanneer is jouw jaar echt tot een groot succes? Dat je zegt van, joh, nu ben ik echt blij. Poeh. Zoals mijn seizoen is geëindigd. Nou ja, dan hoop ik natuurlijk nog op een paar overwinningen. Ja, dan ben ik tevreden. Ja. Met minder denk ik niet. Een paar zijn. Ja, toch wel een stuk of drie. En waar zie je de grootste kansen? Ik hoop eigenlijk dan nu dat als dit uitgezonden wordt, dat ik er weer al wat heb gewonnen. Wellicht in Loire volgende week. En misschien Brabantse Pijl. Daar ligt nog wel echt een doel. Ik denk dat dat een goede wedstrijd is. Dat is ook echt een mooie wedstrijd. Dus ja, dat zou een mooie zijn. En dan heb ik natuurlijk even rust. En dan daarna in Zwitserland. Misschien dan daar weer naartoe. En dan is natuurlijk de Tour. Dus ja, ik weet niet. Als ik daarvoor geselecteerd word, dan hoop ik natuurlijk daar op mijn best te zijn. En dan mee te kunnen doen. Maar ja, dat niveau is zo hoog. Dus dat weet ik ook niet. Maar jij hebt gefietst, Lars. Wat geef je een tip mee voor de aankomende periode? Nou, je moet gewoon eerst focussen op de eerstvolgende wedstrijden die eraan komen. En er liggen daar nog kansen, wat hij zegt, in Frankrijk, in Loire en in Zwitserland. Denk ik dat het zeker mogelijk moet zijn. Het ligt een beetje aan welke sprints ze naartoe gaan. Maar ik denk dat dat koersen zijn met mogelijkheden. En als je daar dan weer met hopelijk een overwinning of misschien twee of drie kan halen, dan ga je ook weer met een heel ander gevoel de Tour in, als die daar mag starten. En ik denk, dus daarom denk ik dat het belangrijkste nu is de komende periode en die wedstrijden. En dan nu de reclamecaravan. Helaas, de vriend van de show kunnen we niet vergeten. Ja, we moeten natuurlijk niet vergeten. Onze topsponsor, mijn vriend Jan van Dalen, Morera Cycling. Nog steeds een aantal afleveringen al gesponsord. Maar wil jij dus een fiets huren, ga je naar Spanje en heb je helemaal geen zin om met jou een fiets te gaan reizen? Ga dan naar hem toe. Hij neemt al je zorgen uit handen. Je krijgt een topfiets mee. Je haalt hem op, je vertrekt en je weet gewoon dat je met kwaliteit op pad bent. Geen gedoe met je fiets in een koffer stoppen, maar hopen dat hij heel aankomt voor een goede prijs. Prijs-kwaliteit verhouding is bij Jan gewoon perfect. Dus ben je daar nou op zoek, ga dan naar Morera Cycling, Jan van Dalen. Ja, ga en voor wie is het? Ja, voor iedereen. Ben je nou op hoog niveau aan het fietsen of ben je een echte amateur, zoek je een normale fiets of een racefiets, je kan gewoon bij Jan terecht. Ben je ouder en wil je een elektrisch ondersteunde fiets, een normale elektrisch ondersteunde fiets of een racefiets elektrisch ondersteund, hij heeft het allemaal voor een goede prijs, dus ga naar hem toe. Ja, je wordt echt volledig ontzorgd. Zeker, zeker. Heb jij onze nieuwe sokken gezien? In samenwerking met Aero Cycling Gear hebben wij speciale cycling site wielersokken. Van sokken tot aerodynamische schoenkoffers, Aero Cycling Gear is de pionier in aerodynamische fietskleding. Dus, fietskleding nodig? Fiets snel naar hun website www.aerocyclinggear.nl of vind de link in onze beschrijving. We zijn toe aan een spelletje, Marijn. Ja, kom maar door. Ja. Het eerste spelletje gaat op jou. Dus dan, ik ga jou 5 namen geven. Ja. En jij moet ze direct beantwoorden en ranken van 1 tot en met 5. Nou ja, dat heb dus 1 is de all-time greatest en de nummer 5 is... Maar het zijn zijn ploeggenoten. Dat is wel even goed om... Dat maakt het spannend. Ja, dat maakt het spannend, ja. Zit ik er zelf ook te... Nee. Nelson Paulus, zeg ik dat goed? Nielsen. 2. Alberto Bettiol. 3. Bettiol. 3. Rigoberto Urán. Oh. 4. Ja, ik hoop niet dat hij komt. Dus ik wil die ene even openhouden. Stefan Biezer. 5. Stefan Biezinger. Jongen, ja. Lees die naam gewoon op. Ja, Carapaz. H1. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Had jij het anders gedaan, Lars? Had jij een andere naam? Urán vind ik wel echt een legend. Ja, die had ik dan achteraf op 1 gezet. Ja. Maar ik dacht, misschien komt Michael Valken nog. Die had ik eigenlijk op 1 willen zetten. Nee. Okay. Wie had jij op 1 gezet?
Ja, Roberto, Rigoberto Urán. En dan denk ik toch al BTO misschien. Nou, Carapaz op 2 wel. Okay. Want die is Olympisch kampioen. Dus ja, ja, Giro gewonnen. Ja, ja, ja. Gaan we naar ronde 2. Dat is Lars tegen de rest. Ja. Dus jij speelt tegen Lars. Ja. Ik ga jullie een aantal vragen stellen. Jullie moeten tegen elkaar opbieden. En het belangrijkste is, als jij zegt bijvoorbeeld, ik weet hier het antwoord, ik kan er 20 opnoemen, dat je dat binnen 30 seconden kan doen. Oké. Okay. Ja? Je kunt het opschrijven. Hoeveel dan, hè? Ja, ja, ik snap het. Ja, oké. Okay. Zeg maar, stel de vraag maar. Vraag 1. Binnen 10 seconden moeten jullie antwoord geven. Hoeveel nationaliteiten heeft Marijn in zijn ploeg? Ja, hoeveel verschillende nationaliteiten? Verschillende. Ja, moet ik ze ook echt op kunnen noemen? Nee, 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 nee. Het aantal. Wie dichterbij zit. Ja. 3, is het met staf of is het 2, nee, 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 de renners. Hou nog maar even voor je. Categorie, vraag nummer 2. Ik zal er even 1 bij zitten. Hoeveel Nederlanders hebben er voor IF gereden sinds de ploeg professioneel is geworden in 2007? We krijgen 5 seconden de tijd. 5 seconden. Oké. 3, 2, 1. Ja, opgeschreven? Yes, ook opgeschreven. Vraag 3. Hoeveel Nederlanders deden er mee aan de Tour de France in 2023? We krijgen 5 seconden de tijd om deze vraag te beantwoorden. Nou, ik hoop dat ik het goed heb. Er zijn in deze categorie zijn er 3 punten te verdienen. Ja. Ja. Dus vraag 1. Was 15, wie heeft hem goed? Ik had er 15. Ah shit, ik had er 13. 1-0 voor Marijn. Vraag 2. Hoeveel Nederlanders hebben er voor IF gereden sinds de ploeg professioneel is geworden in 2007? Dat waren er 25. 15. Zo, ik had er maar 5. Is het 7? 1-1. Oh, is het, weet ik wist niet. 1-1. Categorie, of vraag nummer 3. Last. Hoeveel Nederlanders deden er mee aan de Tour de France 2023? Hoe had jij er? 14, dat ik had er 8. Jij er? Geweest. Kijk. Hij heeft deze ronde weer gewonnen. Luister tegen de rest. Waar het, hè? De laatste? 14. Oh, ik had het echt precies goed. Ja, dat precies goed, ja. Het is niet dat jij stiekem deze vragen zelf hebt bedacht. Nee. Die hebben echt niks mee te maken. Dus deze vragen worden echt bedacht door Stijn. Stinna. Stinna, onze stagiair achter de schermen, marketing manager. Dus nee, goed gedaan. Dankjewel. Ja, ik had eigenlijk jammer dat ik niet heb gewonnen. Ja, ik had je echt hoger ingeschat. Ja, wel goed gedaan. Ik had echt verwacht te zeggen. Ja, ik had het ook wel verwacht. Maar ja, goed gedaan. Ja, het is ook niet echt eerlijk, zo'n vraag over de Tour. Ja, de vraag over jouw ploeg zat er toch ook bij? Ja, oké, maar dat is... Ja, oké, ja, ja. Gelukkig zijn we niet zo competitief, hè? Ja, nou ja, Lars, je hebt gewonnen. Je bent de oudste ook, dus gefeliciteerd. Kijk, dankjewel. Hé, Marijn. Lars is gevallen. Ja. Wat doet het met jou als jij dat nieuws hoort? Ja, dat is natuurlijk allemaal helemaal kloten. Het was heel gek. Ik zat die uitslag te kijken en ik wist dat het was een lastige wedstrijd, maar ook weer niet zo lastig dat hij niet kon uitrijden. Dus ik zag dat hij dit not finish had en toen appte ik mijn pa van weet je wat er aan de hand is of wat dan ook. Maar die hoorde ook maar niks en op een gegeven moment belde mijn pa. Toen zei hij dat Lars dus in het ziekenhuis lag. Nou, dan schrik je natuurlijk enorm. Dat was super lastig. Maar, wat was je toen zelf nog aan het herstellen van jouw val? Ja, ik was natuurlijk ook pas net gevallen. Dus ik denk dat het echt maar een paar dagen later was eigenlijk. Dus ja, en dan ben je ook niet thuis en dan heb je niemand om je heen. Ja, dat is gewoon echt super vervelend. Niemand om even je verhaal mee te doen. Dus. Heb je meteen gebeld? Of? Ja, meteen gebeld. Ja, we hebben altijd wel veel contact natuurlijk. Dus ja, daarna heel veel contact gehad. Maar het is natuurlijk super moeilijk, omdat hij het zelf ook allemaal niet weet. En dan duurt het voor mij allemaal veel te lang. Belemmert het jou ook in je eigen resultaten? Ja, toch wel. Ik was er gewoon best wel mee bezig. En dan, vooral dan nu in de wedstrijden, dan vragen heel veel renners daarna hoe het dan met hem gaat. En ja, dan, nu heb ik natuurlijk wel wat last van mijn ribben. En dan zit ik al te denken, als ik een keer moet aanzetten van shit, ik heb een beetje last. Is het misschien wel wat, weet je wel. Ja, dan moet je natuurlijk relativeren en denken van ja, het zijn je ribben, weet je wel. En niet je hart. Maar ja, dat is op zo'n moment best wel lastig. En toen kwam die overwinning wel echt op een goed moment. En dan merk je daarna, dan kom je wel weer een beetje in zo'n flow. En dan is het allemaal weer wat positiever. En dan zie je ook dat het met Lars iets beter gaat. En ja, dan gaat het allemaal weer wat beter. Ja.
Ja, het lijkt me ook wel, praat je er ook met mensen over dan? Heb je daar ook hulp voor? Of heb je er gewoon samen al veel over? Ja, we hebben er samen veel over, maar... Ja, ik heb mijn trainer Peter Schep, die is daar wel echt super bij betrokken. Die weet natuurlijk alles van mijn waardes en zo. En als het dan minder gaat, ja, wat we daarmee kunnen. En of dat in mijn hoofd zit, of dat het echt zo is, weet je wel. Dus met hem kan ik daarover, omdat het sportief natuurlijk vooral heel erg... Ja, als het dan belemmert, dan is dat super fijn om het daar gewoon goed over te kunnen hebben. Dus dan is hij wel de aangewezen persoon om het daar over te hebben. Oh. Ja, die heeft het dan ook al met de ploegleiding over gehad. En die, wat zegt zo'n ploeg dan tegen jou? Ja, de verwachtingen toen bijvoorbeeld in Catalonië waren daardoor niet hoog. En dan ga je er iets relaxter in. En ook die dag dat ik won, dan... we gaan wel voor jou, maar voel niet al te veel druk. En ja, ga er open in en dan zien we het wel. Ja. Wat, als je dit zo hoort, wat doet het met jou? Ja, ik wist het natuurlijk al wel. We hebben het er veel over gehad. En ik heb gewoon tegen gezegd, je moet je niet te veel druk maken over mij. Gewoon op jezelf focussen en... ik zeg, voor je het weet rijd ik weer naast je. Je moet gewoon van het positieve uitgaan. En ja, je kan jezelf gek gaan maken, maar dat schiet er ook niks meer op. En ik moet nu afwachten en ja, dat is voor hem hetzelfde. Maar die tussenperiode moet je natuurlijk wel gewoon... de koers gaat gewoon door en er zijn voor hem mooie kansen en die moet hij gewoon pakken. En het zou alleen maar zonde zijn als dat niet gebeurt. Ja. Mooi. Ik wil nog wel iets met jou over hebben, Marijn. Zeg maar. Je bent vaak weg van huis. Ja. Wil jij tegen iemand sorry zeggen? Oh, nee, hè. Ik hoop niet dat ze luisteren, maar... Misschien. Misschien heb je een bloemetje. Een bloemetje voor mijn buren. Ja, want wil jij zelf het verhaal vertellen? Ja, nou ja, ik had een pakketje aangenomen van de buren zonder te weten wat het was eigenlijk. En het was een vrij groot pakketje. Ik had het bij de trap gezet en later moest ik weg. En je was ook lang weg. En ik was vrij lang weg en ik was dus vergeten tegen jou te zeggen van er staat een pakketje voor de buren. Of jij die misschien even weg kon brengen. Maar ja, dat had ik niet gedaan. Toen kwam ik terug, toen dacht ik shit, dat pakket. En toen zat ik te kijken wat voor pakket het was. Toen zag ik dat er iets met planten op stond. Dus ik maakte het pakket soort van voorzichtig open. Want ik dacht van shit. En ik had heel die planten helemaal dood. Dus toen durfde ik hem ook niet meer bij het afval te zetten. Want dat is redelijk dichtbij. Dus ja, dan kunnen ze ook gewoon zien als die plant bij het afval staat. Ja, dat was niet echt een groot succes. Maar ja. Het zou je sieren als je gewoon... Je kan gewoon een nieuwe plant. Ja, misschien is dat een goed idee. Maar ik hoop dat ze... Alleen als ze dit horen, dan doet hij dat. Maar het erg is, hè, Lars... Ik kwam dus laatst, pakte ik de post uit de brievenbus. Ja. En toen dacht ik even zijn enige plant even water geven. Nee. Die plant die staat dus nog steeds bij de voordeur, hè, in die doos. Die dode plant? Die plant van de buren. Die staat dus nog steeds. Tijdens de opname is het 2 maanden later. Ja. Dus dat pakket zat al 2 maanden onderaan de trap bij de voordeur. Ja, zo weinig ben ik er geweest. Ja, dat wat zou je zien? Ik denk dat je gewoon... Ik hoop dat die mensen ondertussen een nieuwe plant hebben... en dat ze niet wisten dat het pakket bij mij stond. Oh, wat heb je ervan geleerd? Ja, geen pakketten meer aannemen. Heel goed. Hey, want ik krijg ook heel vaak de vraag... Hè? Is Marijn binnenkort nog terug? Dan moet je kijken welke koers die gaat. Dat weet ik ook niet. Hey, ik heb nog een luistervraag voor jou. Nou, kom maar door. Waar zie jij jezelf over 5 jaar? Waar zie ik mezelf over 5 jaar? Spannende vraag. Nou ja, ik hoop dat ik veel heb kunnen laten zien ondertussen op de fiets. Dat ik ja, maar wat is veel kunnen laten zien? Is dat niet concreet? Ja, het zou leuk zijn om een groot klassieker te winnen. Misschien een etappe in de Tour. Als je dan mag kiezen. Als ik mag kiezen. Milaan Sanremo dan. Ja, dat is echt. Ik heb die dit jaar voor het eerst gereden. Super mooie wedstrijd. En ik denk dat die mij heel goed moet liggen. Dus dat. Ik heb nog een vraag. Ja. Van Jan van nummer 85. Nee. Waar is mijn plant? Die staat met afval. Dankjewel. Hey, we zijn alweer aan het einde gekomen van de aflevering. Bedankt Marijn. Heel veel succes de aankomende periode. Dank je.
Jij Lars, ook heel veel succes aankomende periode. Ja, dankjewel. Want ik zal je nog wel vaker zien voor de opnames. Dus, dit was weer het einde van de aflevering. Vind je ons nou superleuk en wil je ons volgen? Wij zijn tegenwoordig ook actief op Petje Af. Daar kan je leuke content vinden, maar ook leuke dingen winnen. Zoals een shirtje van Bas Dietma of... Van Marijn. Van Marijn, in dit geval. Dus volg ons vooral op Instagram, Spotify, YouTube wordt nog steeds gevonden. Dus als je een video leuk vindt, like, subscribe. Like en laat vooral een reactie achter in de comments. Want we worden nog steeds het meest gevonden op aanbevelingen. Dit was een nieuwe aflevering van Cycling Insight. Dankjewel, Marijn en Lars. Yes. Tot de volgende keer. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast Cycling Insight wordt opgemerkt en is ongeoorloofd zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Cycling Insight. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.